De top van Albert Heijn kreeg vanmiddag een stelletje eigen winkelwagentjes voor de poort. Stakend supermarktpersoneel demonstreerde voor het hoofdkantoor in Zaandam om bij de directie een hogere toeslag voor werken in de avond- en weekenduren te eisen. De vakbondsacties bij de supermarkten gingen vandaag hun derde week in. Met winkelwagentjes, meegenomen van een Albert Heijn filiaal een eindje verderop, trok het winkelpersoneel door de straten van Zaandam met als eindpunt het hoofdkantoor van Albert Heijn. De concernleiding weigerde de demonstranten te ontvangen. Wij zullen volgende week, als er weer niets gebeurt, oproepen tot stakingen. En het zou wel eens kunnen zijn dat de groep hier verdubbelt. Wij vinden dit soort actie iets prettiger dan die eerder deze week gevoerd zijn, waar gewoon heel vervelende dingen gebeurd zijn. En ja, we weten dat er problemen zijn bij de winkelmedewerkers, maar die moeten aan tafel opgelost worden bij de CAO-onderhandelingen. Sinds gisteren zijn de acties harder. Er wordt niet alleen gestaakt. Werknemers proberen ook op verschillende manieren klanten het winkelen onmogelijk te maken. De dienstenbonden FNV en CNV is er alles aan gelegen bij de supermarkten een goede overwerkregeling af te dwingen. Met de ruimere winkelsluitingstijden willen de bonden de supermarkt CAO dan als voorbeeld gebruiken voor de CAO's van ander winkelpersoneel. Op dinsdag willen de bonden de stakingen bij de supermarkten voortzetten.